Jongens, hallo. Ik had van de week, ik weet niet wat ik aan het opzoeken was, maar ik zag plaatjes, die zal ik er even in poppen, van toen ik kort haar had. Het was ook een kleurtje, maar ik altijd als ik, weet ik veel, het zit heel goed, langs oude video's scroll, om wat voor reden dan ook, of oude foto's zie. Als het ongeveer zo lang is, denk ik altijd, dat ziet er zo gewoon alsof je je haar hebt gedaan uit. Ik doe mijn haar nooit. Dit is zeg maar, het is niet helemaal droog. Ik heb het vanmorgen gewassen. Ik heb zeg maar een soort van krullend haar. Maar ik denk omdat het zo dik en zwaar is, dat het ook niet helemaal lukt. Maar het ding is ook, iets in mij heeft iets van ik wil graag zeemeer met mijn haar tot mijn kont. Maar iedere keer als ik hier ben, denk ik, En niet dat ik dit geen mooie lengte vind of mijn eigen haar niet mooi vind. Maar ik heb het idee dat het ook zo zwaar wordt als het zo lang is. Dat het vervelend is. En het is ook, ik kan dit niet achter mijn oor doen. Het is zeg maar, als ik dit doe, dan dat is het bovenste lijn. Het blijft niet achter mijn oor zitten. Waardoor ik standaard een knot heb. En ik weet niet. Ik vind het gewoon verzorgder uitzien of zo als het korter is. En ik vind het mezelf gewoon goed staan. Dat was bijna een tongpop. Ik vind het er verzorgder uitzien. Ik vind het mezelf goed staan. Ik overweeg het ook weer te verven. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dus we gaan het eerst afknippen. En dan zien we wel. Ik knip het altijd zelf. Zo'n schaar is wettelijk gezien niet aan te raden. Ik knip mijn haar al sinds ik 18 ben zelf. Ik hou niet van kappers. Mocht je een kapper zijn, het is niet dat ik niet van jou hou. Maar sommige mensen zijn bang voor de tandarts. Ik ben bang voor de kapper. Omdat vroeger, ik heb toen ik jong was best wel vaak van dat ik ook zulk lang haar had. En van een seksloos boykapsel laten knippen. It better be seksloos als je 12 bent trouwens. Maar ik was altijd teleurgesteld als ik thuis kwam. Ik kom iets dichterbij zitten, want ik ben bang dat jullie ook mijn spiegel zijn. Living dangerously. Maar ik knip al sinds ik een jaar of 18 ben. Denk ik zelf mijn haar. Oh, dit is heel spannend zonder daadwerkelijke spiegel. Ga ik dit zonder spiegel doen? Ben ik zo? Ik ga even een spiegel bij. Ik vind dit toch wel heel spannend. Oké. Okay. De spiegel staat hier. Mijn haar krult vandaag wel echt solid. Moet ik een iets dunner laagje als eerste. Die blijft zeg maar veel langer zitten als het korter is. En dan ga je zo Bob googlen. En dan denk ik van maar... Dat was het probleem zeg maar vroeger als ik naar de kapper ging. Dan had ik iets op het internet gevonden. Weet je, dat wist ik veel. En dan was ik oké. En dan begonnen ze daaraan. En dan kwam het buiten en dan was het zo van ja, het is wel anders omdat je heel dik haar hebt. Ik denk van zou je dat niet even tegen mij zeggen dan? Voordat ik zwaar voor lul naar buiten loop. En de eerste keer dat ik zeg maar zo'n, een soort rechte bob is het, heb geknipt bij mezelf. Want iedereen is iets van leuk. Zijn jullie er klaar voor? Wat ook scheelt is, ik heb geen stijlhaar, dus als het niet helemaal recht is, dan is dat iets minder erg.
nog op deze kant wel kort. Het eerste laagje is recht. Wat je het beste kunt doen is hem zeg maar zo vastpakken en hem dan recht afknippen, maar wel aan de angle waarin die hangt, leeft. Eén kant van mijn haar krult altijd harder. Ik weet niet wanneer ze waarvoor kiezen bij de afdeling haar. Maar hierna is het redelijk makkelijk. Je verdeelt zeg maar het haar, wat praktisch voor je schouders valt, over twee kanten. Waar je op moet letten is dat je een volgend laagje niet net iets korter knipt, want dan krijg je zo'n, ik weet niet, Russische bob. Het ding is wel, als ik hiermee klaar ben, zijn de krullen er een beetje uitgeaaid. Dit is echt prachtig. Zou ik meten hoe lang dit is? Ik heb een lineaal. Dan kunnen we kijken hoeveel haar ik er afgeknipt heb. 15 centimeter. Ik zit altijd nog voor één strangler. Volgende laagje. Aan het einde moet je ergens wel bedenken waar je scheiding zit. Ik kan beter 20 niet zo dikke laagjes doen. Een haarklip heeft er geen kracht in, dat doen we elastiekje. Dit is hoe dik mijn haar is. Dit is wat altijd in mijn hele leven alle haarclips hebben gedaan. Uit elkaar vallen. Oh, is zelfs verbogen. Next level. Wordt wel wat. Ik vraag me af, zijn er veel van jullie dames met lang haar die hun haar nog nooit hebben afgeknipt? Zeg maar dat je alleen in je hele leven naar de kapper bent geweest om puntjes te laten knippen. Daar ben ik benieuwd naar. Want dat huishouden waren wij niet. Mijn zusje en ik hebben allebei meerdere malen ons haar afgeknipt. Dat mensen dachten dat we jongetjes waren en zo. Een dik laagje. Ik heb het idee dat het ingewikkelder is dan voorgaande keren, maar dat is misschien gewoon omdat ik dit al een tijdje niet gedaan heb. Maar wacht, ik ga jullie heel even anders neerzetten. Oké, nu staat de spiegel tegen het statief aan. Dus dan kan ik recht vooruit kijken.
Ik knip het altijd naar voren heel iets langer. En niet zeg maar swoosh langer. Kijk. Omdat mijn haar zeg maar dit doet. Waardoor het visueel even lang is. Ik zie dat de batterij knippert. Oeh, laat maar een plukje. Dus ik ga even een nieuwe batterij halen. En dan ben ik bij jullie terug. Ik ben er weer. Met de nieuwe camera batterij. Oh, ik had hier twee plukjes. Oeh. Hallo. Dat zou ik gewoon zo laten. Dat is wel een type high fashion. Als je het zo vasthoudt, kun je zien hoe lang de rest is. Maar de conclusie is, want dit was mogelijk de 64ste keer in mijn leven, dat ik dacht, maar nu ga ik echt mijn haar heel lang laten groeien. Ik ben gewoon geen heel lang haarmens. Dat is de enige conclusie die ik hieruit kan trekken. Dus ik ben nog pas halverwege, dit wordt echt heftig. Oeh. Terwijl ik moet ook nog zo zitten dat het haar een beetje in mijn troepbakje valt. In plaats van op mij. Echt, de oranje puntjes gaan echt nu precies af. Het voelt zo lekker als ze abrupt ophoudt. Even kijken. Mijn natuurlijke scheiding valt hier, dus daar hoeft nog maar een klein beetje af. Hier hoeft eigenlijk ook alleen dit nog af. We gaan het zien. Maar dit is serieus mijn natuurlijke scheiding. Hij is ook helemaal niet recht. Ik probeer hem altijd wel een beetje te fatsoeneren als ik uit de douche kom. Zo. Iets netter. Maar ook als ik met nat haar ga slapen. Wat ook maar omhoog ligt, dan zit het zo. Of dan valt het zo. Ik denk dat aan deze kant van mijn hoofd het gewerkte er precies af is.
en aan de andere kant net niet. Maar dat is te verwachten, omdat natuurlijk dit helemaal van boven moet komen. Ik ga denk ik heel even die video die ik jullie liet zien. Die zal ik hier in ditje ook linken. Kijken om te zien of ik nog iets uitdun of werk van wat. Of dat als ik deze puntjes heb gedaan of dat het dan gewoon is. Dus dan ben ik zo weer terug. Hi. Hallo. Ik heb mijn haar afgetrapt. Nu heb jij even lang haar als ik. Dat kunnen we onszelf niet zien. Dit is bijna belangrijk. Moet je nu kot? Het is gebeurd, er is niks meer aan te doen. Nee. Heb je het nog? Kan ik het er nog aan plakken? Het ligt daar, als je het... Loopt dit prettig? Nee, je gaat achter mijn sok staan. Daar voel ik niks van. Oké. Okay. Is het goed gekeurd? Door de commissie? Ja. Van Baarden? Je ziet er wel jonger uit, zo. Ja, maar daar heb je me op uit. Ja. Dus nu moet ik het mee als jij alcohol gaat kopen? Ja, anders mag ik geen alcohol. Nee. Ik ga passen. Oké, succes. Dan ga ik koffie zetten. Succes. Dank je. Tada. Wacht, zal ik je een millimeter opkrikken? Voor een full hair view. Ik ben er helemaal blij mee. Volgens mij zit er nu allemaal haar diep in mijn shirt. Maar het zij zo. Nu is het zeg maar licht genoeg dat ik dit kan doen. En dat het zo gewoon voor zover blijft zitten. En het zit zeg maar, kan achter mijn oor. Nog steeds niet helemaal. Maar het is met licht geweld daar te houden. Het is heel vreemd dat alleen dit stukje gekleurd is. Het zeg maar, ja, halverwege mijn nek, zou ik zeggen. Ja, ik vind het een goede lengte. Iets korter is ook nog leuk. Maar als het een beetje in squeezed, is het ook best wel kort. Oké, ik heb net de video gekeken van de vorige keer dat ik mijn haar afknipte. En dat was in maart vorig jaar. Dus bijna een jaar geleden. 10 maanden. Toen was het even lang. Dus dit is hoeveel mijn haar in 10 maanden groeit. Ik denk ook dat wat er daaraan, wat er nog geverfd is, zeg maar, over is. Ongeveer was wat ik er net dus heb afgeknipt. Want, kijk. Dit is mijn bak met haar. Die 15 centimeter, de onderste 2 centimeter daarvan, is nog gekleurd. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Misschien ga ik mijn haar ook nog wel verven. Maar ik vind het zo eigenlijk ook wel leuk. Dus abonneer je. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Doei!